hout halen kan je in het domein Hengelhoef prachtige wandelingen maken in een van de oudste loofbossen van de Kempen. En na zo'n winterse wandeling krijg ik al een klein hongertje. Welkom bij Lekker Weg, deze keer vanuit hout halen. Ook in hout halen vonden heel wat Italianen hun nieuwe thuis. Velen hebben er ondertussen hun eigen zaak. Restaurant Cucina di Joe maakt er elke dag werk van om ook de Belgen mee te laten genieten van de Italiaanse geneugten. Priscilla, de zaak hier bestaat nog niet zo lang. Nee, we zijn 6 jaar bezig geweest in Genk en nu zitten we ongeveer een jaartje hier. Het is wel heel mooi ingericht, heel strak, alles zwart-wit. Ik zie dat wel graag. Ja, samen besloten, dus heel strak, niet te veel tralala rond. En hoe kan je dan je keuken omschrijven, ook met weinig tralala? Ja, we zijn beide uit het zuiden van Italië en dat proef je wel. Bij hem is het alles zeer goed gekruid en ook regelmatig wel wat pittig. Zijn jullie eigenlijk enkel 's avonds open of ook 's middags? 'S middags van 12 tot 2 en dan kan je ook eventueel lunchen voor een snelle lunch. Zakenmensen die niet veel tijd hebben. Jullie hebben dan een dagmenu? Ja, dag lunchmenu, zo kan je het eigenlijk wel noemen. Ja. Voor een vaste prijs, voorgerecht, hoofdgerecht en een koffie of een thee. En wat eet je zelf het liefst? Een ravioli met truffel, eigenlijk. En wat is het favoriete gerecht van jouw man? Goh, het zal alleszins iets pittig zijn, maar ik denk dat je dat beter aan hem kan vragen. Ja, maakt hij ook niet pittige gerechten? Ja, ik hou niet van pittige gerechten. Wel. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om deze zaak op te richten? Hij heeft altijd vooral de passie voor het koken gehad. En ik ben er eigenlijk in meegegroeid. Dus ik ben enorm fier op hem dat hij eigenlijk dit recht zet en ik help hem daarbij. En daarvoor had jij nul ervaring? Qua horeca totaal niet, nee. Dag Giovanni, de kokende echtgenoot. Hallo Anne. Dat ziet er lekker uit. Dat is een aperitief hapje dit? We hebben een trio gemaakt van hapjes. Een arancino, een wortelsoepje en een terrine van fazant met prijsschutjes en radijsschutjes. En wat is dat eerste? Arancino? Arancino is een rijstballetje gevuld met een beetje gehakt, saus en ertjes en mozzarella. Wat is voor jouw specialiteit? Ik maak graag grillgerechten, visschotel, een mooie tagliatelle. Ik werk graag met mijn menukjes. Mijn verrassingsmenu, mijn pastamenu's. Je verrassingsmenu, wat houdt dat precies in? Ik maak wat ik vers in huis heb. Dus we maken elke dag nieuwe dingen, nieuwe voorgerechtjes, een mooie pasta, een mooie carpaccio. Dus dat kan elke dag of zelfs per 2-3 tafels kan dat verschillen. Dus ik maak elke dag verse nieuwe dingen in onze menu's. Ga je dan elke ochtend die ingrediënten vers halen? Ik ga elke morgen mijn ingrediënten vroeg aankopen. En dan rond 9 à 10 uur zijn we al in de keuken met mijn team om al onze voorbereidingen te voorbereiden. Die vrouw is mij al te vertellen dat je houdt van een pittige keuken. Ja, ik kom uit Calabria. Ik eet graag heel pittig. En dat is eigenlijk een typisch ingrediënt uit Calabria. En wat gebruik je dan veel? Verse pepertjes. Is dat heel, heel pikant? Of? Ik hou me in tegenover de klanten, maar als het voor mij is, mag het heel pikant zijn. De Keurslager staat niet enkel garant voor een superkwaliteit van vlees, maar ook de service en hygiëne zijn belangrijk. Ook bij Keurslager Klaas staat de K van Keurslager voor kwaliteit, elke dag opnieuw. Ik heb Keurslager Klaas 15 jaar geleden overgenomen van mijn vader. We zijn vooral gespecialiseerd in ambachtelijke producten. Als het vlees binnenkomt, wordt het hier gecontroleerd op kwaliteit, op temperatuur, alvorens het mag binnengehangen worden in de frigo. Onze specialiteiten zijn huisgemaakte charcuterie-soorten, salades, zelfgemaakte Amerikaan préparé. Wij hebben een ruime keuze in kazen, zowel in Belgische als Franse, Italiaanse, harde kazen, zachte kazen, dieetkazen, waar de mensen zeker hun zin zullen vinden. Wij verkopen dagverse broodjes in onze beenhouwerij, een ruim assortiment ervan zelfs. Wij werken met een team van een 10-tal personen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen en onze specialiteiten zo professioneel mogelijk te kunnen bereiden. Wat wij ook doen, dat is een traiteurdienst naar de mensen toe. Dus indien de mens echt niks zelf wil doen bij hun thuis, kunnen wij ter plaatse komen om zo een menu te komen koken of een buffetje komen te zetten. En wij maken tal van afgewerkte schotels, zowel fondue, gourmet, steengrillen, buffetjes, tapasschotels, aperitiefhapjes, alles is hier verkrijgbaar.
Ik ben nu op een tiental minuutjes van hout halen in Stokrooien. Vroeger was deze omgeving vooral in handen van graafschappen. Nu is het een trekpleister voor fietstoeristen. Wie na een fietstocht dorst of honger heeft, is altijd welkom bij Patricia en Stefan in het Kromven. Van de naam het Kromven, kom je daarbij? 13 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik dat pand hier kunnen kopen. En in de aankoopakte stond de benaming Kromven. Vroeger was het gebiedje hier een ven, dus een vrij moerassig gebied. En dan hebben ze het kanaal gegraven en dan is dat geworden tot wat het nu is, een woongebied. Nee, het ziet er super gezellig uit. Is dat iets waar jullie veel belang aan hechten? Ja, wij proberen de mensen die hier komen een vrij huiselijke sfeer aan te bieden. Dat ze op hun gemak hier zitten en dat ze het fijn vinden en terugkomen. Hoe omschrijf jij jouw keuken? Ja, we hebben een snackkaart. Dan hebben we een vrij uitgebreide kaart met visgerechten, vleesgerechten, nagerechten. Maar we hebben ook een suggestiekaart en die wisselt met de seizoenen. Wat is jouw favoriet gerecht als je vrouw het klaarmaakt? Haar wildstoofschotel vind ik heel lekker op dit moment. En ze heeft ook een gerecht met coquille Saint-Jacques en dat vind ik ook heel lekker. Patricia, als vrouw in de keuken, dat is meestal niet de gewoonte. Vaak staat een man in de keuken. Zo is dat, ja. Maar hier is het net omgekeerd. Ik sta in de keuken. Ik kook heel graag, doe het graag. Hoe lang doe je dat al? Ik doe dit nu 13 jaar. En vind je man dan niet erg dat je achter het vuur staat? Hij staat niet zo graag in de keuken, dus... En ik doe het wel graag. Ieder op zijn plaats. En wat ben je nu aan het klaarmaken? Nu ga ik een gerechtje klaarmaken met hert. Dat is nu een suggestie? Dit is een suggestie, ja. We zijn volop bezig met wildgerechten en dit is er één van. En wat staat er nu nog op de suggestiemenu? We hebben ook een heel lekkere pasta op de suggestiekaart staan. Met kruidensaus, een groene kruidensaus en kokkies en scampi's erbij. En een wildstoofschotel van hert en everzwijn met verschillende groentjes. Nou, dat heeft Stefan graag, hè? Dat heeft Stefan graag, ja. Pannenkoek, ja. Is voor Valerie. Dank je wel. Alsjeblieft. Het leuke is voor Esmee. Dank je. Smakelijk. Dank je. Ruikt lekker, hè? Waar kookt jouw mama het lekkerst? Hier of thuis? Hier. Ja? Maar ja, dat is hier ook thuis, hè? Ja. Ah, dat is een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde wel. En vind je dat je mama goed kookt? Ja. Dat kunt niet anders zijn. Je kunt niet anders, ja, nee. Valerie, als jij je mama punten mag geven op haar kookkunst, hoeveel krijgt ze op 10? Op 10? Ja. Eerlijk zeggen. Heel eerlijk. Ik zal het haar niet zeggen. Goh. Hoeveel gaan we haar geven? 10. Een 10? Een 10 ja, op 10? Dat is heel duidelijk, denk alle ik. Alle twee? Ja. Ik denk dat je 2 pannenkoeken krijgt. Nee. Brasserie Magnifico op de Herenbaan in Houthalen is zeker een bezoek waard. De eigenaars zijn van Spaanse en Italiaanse nationaliteit. De kok is Belgisch. Hun keuken, een combinatie van de drie. Dori, dat is jouw naam, hè? Dat is mijn naam, ja. Is dat jouw echte naam? Nee, ik heet eigenlijk Adoración Sánchez Romero. Wacht, hè. Adoración Sánchez... Romero. Romero. Amai. Geef me 10 jaar en dan kan ik dat. Dat is een Spaanse naam, hè? Een Spaanse naam, inderdaad. Jij bent Spaans, en jouw zakenpartner is Italiaans. En jouw kok is een Belg. Is een Belg. Wat geeft dat in de keuken? Een combinatie van alle drie, eigenlijk. Paella met fieten. Paella met fieten. En wat is dan zo typisch Spaans wat je op de kaart hebt staan? Ik heb paella op de kaart staan, zarzuela. Zarzuela, wat is dat weer? Zarzuela, dat is eigenlijk een vispannetje op zijn Spaans gemaakt. En typisch Belgisch? Typisch Belgisch. Fruit biefstuk. Zeg, en ik zie hier ook churros met chocolade staan. Ja, churros met chocolade. Dat zijn toch die dikke smoutenbollen, maar dan in frietjes? Nee, ja. Nee? Een heel dunne staafjes, gelijk frietjes. En dan met suiker op. En dan stoppen we dat in chocolade. Oh, heel lekker. En komen mensen daar echt voor naar hier? Ja, de mensen komen daar echt voor naar hier. Waar haal je die churros vandaan? Wij maken die zelf. Is dat moeilijk om te maken? Nee, het is niet moeilijk. Moet je juist het recept hebben. En hebben jullie zo een speciaal recept? Ja. Maar die geven wij niet vrij. Nee, echt? Nee. En van waar komt dat recept? Van Spanje. Is dat echt nog zo'n recept van de grootmoeder ja, of zo? Van de grootmoeder, inderdaad. Mm. En zijn jullie enkel 's avonds open? Of ook nee, we zijn doorlopend open van 10 tot 12 uur. Jouw kok heeft een prijs gewonnen een paar jaar geleden. Ja, de snack van de WK in Huize Zolder. Serieus? Amai, echt? Dat is straf. Ja. En welke snack heeft hij dan gemaakt? U kunt gaan kijken, hij staat in de keuken. Ah ja, dan vraag ik het hem zelf, merci. Oké. Pak dat wel mee, hè. Ja. Zing.
Dag Gisele. Dag Hanna. Spaanse hapjes. Ja, het is zoals je wil. Met verse kabeljauw, roodbaars, hambakjes, mosseltjes. Wat maak je het liefst klaar? Spaanse gerechten of de Vlaamse gerechten? Want jij doet ze alle twee, hè? Allemaal. Ik heb ze leren maken hier eigenlijk. Zo. De zarzuela leren maken hier en de paella leren maken op een traditionele manier. Vroeger maak ik paella of zarzuela op een Belgische manier meer. Veel anders en beter eigenlijk. Je hebt een prijs gewoon een paar jaar geleden, de beste snack voor het WK hier in Huis de Zolder. Dat waren schaapbekjes met een pastis, met een geline van groentjes, van spinazie, worteltjes, knolselder. En dan wordt dat met kajunkruiden gedaan, een beetje curry en met een pasta. Men zegt die paella wel iets, die ziet er heel lekker uit. Ja, Hanna, maar dat is niet voor u, dat is voor mensen in de zaal. Je kunt die even in de zaal brengen en ondertussen maak ik voor u dat snackje klaar. Die snack waar je een prijs mee hebt gewonnen? Ja, daar wil ik een prijs mee hebben gewonnen. Wil ik wel eens proeven. Ja? Oké, dan komt in orde. Dan zal ik klaarmaken. Het multiculturele van Limburg komt toch weer sterk naar boven. De Italiaanse en Spaanse keuken gemengd met de Belgische, als je mij vraagt, een geslaagde combinatie. Maar ook tegen een lekker stuk vlees van de beste beenhouwer zeg ik geen nee. Ik ga het hier nog laten smaken, maar surf jij vooral naar onze website njam.tv voor meer info over al dit lekkers. En daar kan je trouwens ook deze en al de vorige afleveringen herbekijken. Smakelijk en tot de volgende.